De titel van mijn column is Woest. Vorige week eindigde mijn column als volgt. Het wachten is nu op een financieel slim raadslid dat voorstelt om werk met werk te maken. Dus de relingen van de bruggen over het Maas-Waalkanaal als kunstwerk te beschilderen. Dat scheelt voorbereidingskosten. Nog geen uur na de uitzending van Studio De Streek kreeg ik een mailtje van Marjolein Meiling, raadslid van het CDA. Ze stuurde als bijlage een brief mee die ze een tijd geleden aan het college had gestuurd. Ze adviseerde het college de relingen als kunstwerk te beschilderen. Ze bestaan dus. Financieel slimme raadsleden. Dat moet de burger moed geven. Want er gebeuren financieel curieuze zaken in Nijmegen. De gemeente trekt 2,4 miljoen euro uit om fietsers bij de Hezelpoort de snelbinder op te laten rijden. Best wel een duur hellinkje, aldus de laconieke reactie van wethouder Harriet Tiemens. Daarmee aangevend dat ze het feitelijk ook niet snapt waarom dit zoveel moet kosten. Kom op Marjolein Meiling, doe nog eens een keer slim. Laat zien dat je niet alleen verstand hebt van relingen, maar ook van hellingen. Want de klokken onder de bruggen over het Maas-Waalkanaal gaan dan wel niet door. Daarmee is de financiële ellende op datzelfde Maas-Waalkanaal nog niet over. Na 5 jaar onderzoek naar en onderhandelingen over een andere locatie voor de 8 woonboten bij de Oostkanaaldijk is het college tot de conclusie gekomen dat er geen andere geschikte locatie is. Jammer, maar helaas. Dat betekent dat de woonboten weg moeten. Het liefst over 6 weken al, met een mogelijke dwangsom als stok achter de deur. Terecht dat een groot aantal raadsleden op hun achterste benen stonden over dit gemeentelijk handelen. Dus moeten de woonbootbewoners een forse vergoeding krijgen. Hoeveel? Dat moet geheim blijven. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt eer de bedragen gewoon in de krant of op de site van RN7 staan. 8 huishoudens moeten voor veel geld weg van een plek waar ze al jaren graag wonen. 8 andere personen wachten al jaren op een plek waar ze graag zouden willen wonen. Ik heb het uiteraard over de scheve huizen bij de Wezenhof. Daar moeten inmiddels toch ook al enkele tonnen aan voorbereidingskosten zijn uitgegeven. Resultaat? 0,0. En dat allemaal in dezelfde week dat besloten is de subsidie voor de Schouwburg en de vereniging met 500.000 te verhogen. Een deel van dit bedrag wordt volgens het persbericht besteed om woeste experimenten mogelijk te maken. Ik vind het allemaal best. Ze doen hun best maar op het toneel met experimenteel woeste dingen. Toch knaagt het bij mij. Een zich sociaal noemende gemeente krijgt het in een wip en een zucht voor elkaar om woeste experimenten op het toneel mogelijk te maken. Diezelfde zich sociaal noemende gemeente dreigt 8 huishoudens plotseling met een dwangsom als ze niet binnen 6 weken weg zijn. En 8 andere Nijmegenaren wachten al jarenlang tevergeefs op een wat menselijker bestaan. Dat is om woest van te worden.